Op bezoek bij Loek, het maandelijkse format waarin wij MKB Nederland voorzitter Loek Hermans de vragen stellen die wij op mkbservice.nl binnenkrijgen. Nou, ik zou wel graag van ondernemers willen weten hoe zij de komende periode ook hun rol op het gebied van onderwijs en opleiding gestalt willen geven. En ik zou aan hen willen vragen of ze mee willen doen, met name de ondernemers, in het beroepsonderwijs, om ook eens een paar uur per week of per maand voor de klas te gaan staan. Hun kennis over te dragen aan leerlingen, aan jonge mensen. Want ze hebben heel veel kennis, ondernemers. Ja. Kunnen ook heel mooi vertellen over wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dat is ook heel goed om nieuwe ondernemers te krijgen. Dus ik zou zeggen, help mee om de kwaliteit van het onderwijs te gaan verbeteren. Kunnen niet alleen de leraren over. En hoe gaan we dat doen? Nou, gewoon heel eenvoudig door de regionale opleidingscentra, de VMBO's en de MBO's, ja, om die ook te zeggen open te stellen voor leraren uit het bedrijfsleven. Maar waar moeten die ondernemers zich melden? Die ondernemers kunnen zich melden bij MKB Nederland, ja, maar ze kunnen zich ook melden bij de regionale ondernemers, bij de regionale opleidingscentra. Wij gaan daarvoor zorgen dat dat gaat gebeuren. Dat heet met een deftig woord teach second. Dus in de tweede ronde gaan onderwijs gaan geven. Want ik denk dat ieder ondernemer het wel leuk zou vinden. Dus jij en ik zouden het in ieder geval leuk vinden. Als wij zouden kunnen zeggen, wij kunnen een stukje van onze kennis overdragen aan de nieuwe, ja, generatie.